hoogontwikkelde Etrusken. Die werden een beetje vreemde vogels gevonden. Dat heb je wel meer met mensen die hoogontwikkeld zijn. En dat komt, ze bouwden de prachtigste paleizen en hele mooie steden, ook hoogontwikkeld. Maar onderling spraken ze een soort rare geheimtaal die niemand kon verstaan. En ze hadden een fascinatie voor de dood. Maar ook voor het leven. Ze geloofden namelijk dat je gewoon doorleefde na de dood. En daarom bouwden ze bij elke stad die ze bouwden meteen een tweede stad, een dode stad. Ernaast, soms ook eronder, een necropolis. Een stad voor de doden. En in die grafkamers, die richtten ze dan precies zo in als hun huizen tijdens het leven. Want ze wilden er een beetje knap bij zitten, dus die werden heel erg mooi. Werden die beschilderd, dat is nu allemaal vervaagd, maar dat werd met goud en paars en groen en rood werd dat beschilderd. En er kwamen giften, werden er meegegeven. Wapens en juwelen, iets te knabbelen, een flesje wijn als je van wijn hield. Een schilderijtje aan de muur als je van paarden hield, werd een mooi paard geschilderd. En zo lagen ze er heel geriefelijk bij, die Etrusken. Kijk hier. Hier lag dan de vrouw, dat is rond. En daar lag dan de man. Dat is een driehoekje, net als op de toiletten eigenlijk. En zo lagen ze dan lekker naast elkaar. De kinderen gingen ook mee. Er werden bloemen neergezet hier op het altaar. Er werd met heel veel liefde werd met die doden omgesprongen.